Sportpark De Vorm, dat is de plek waar het gaat gebeuren op Urk. Twee ploegen uit de derde divisie, de nummers 12 en 16, kennen elkaar dus goed. Zijn gelijkgestemden en kijken ook uit naar deze ontmoeting. Hadden liever gespeeld tegen een ploeg uit het betaalde voetbal. Maar nu dat niet zo is, zijn ze eigenlijk wel blij met elkaar als tegenstander. Scheidsrechter is de heer Timmer, wil dat het veld schoon is. En dan staat Staphorst eigenlijk met de rug tegen de muur. Is hier de eerste kopbal van Tol. Ploeg die het betere van het spel heeft, is dus Urk. Het elftal van Karsten krijgt hier een enorme kans. Romkes doet het eigenlijk met het verkeerde been. En Karsten geeft nog maar eens aan hoe het wel had gemoet. Ploeg in het zwart. Met rug tegen de muur. En hier het schot van verdediger Schrijver, die zich met regelmaat meldt op het middenveld. We gaan al richting de rust als daar de eerste aanvallende zaken zijn van Staphorst. Kijk hier. Met Haanstra op de vuisten van Strijker. Er komt nog een schot uit de tweede lijn. Maar dat wordt Strijker niet te machtig. Het schot is van Kwispel. Strijker is trouwens de doelman en de enige die niet van Urk komt. Maar wel volledig geaccepteerd is als keeper. Hij komt uit de buurt, uit Steenwijk. En daar bijna via Duit de aanval. Bal wordt van de lijn gehaald, goed door Ras. En kijk wat dat uiteindelijk oplevert. Een uitbraak, terwijl er heel veel van Staphorst voor de bal zijn. Dit is Schraal. Schraal, Schraal en Schraal schiet en dan gaat hij erin. Ja, Maats kijkt ernaar en weet dat Huizing hier de kwade genius is. Want die raakt de bal zodanig aan dat de keeper kansloos is. Het zorgt voor veel plezier bij de plaatselijke jeugd op Urk. Maar kijk, goed werk toch hè, van Ras. En dan het snelle omschakelen. Dit is eigenlijk zoals er omgeschakeld moet worden. En dat je dan wat geluk hebt. Oké, dat is een detail. Net na rust dan. Staphorst lastig. Swiers wordt daar eigenlijk het leven zuur gemaakt. En dit is zo'n slecht schot nog niet. Schraal. Doelpunt te maken. Nu met een poging. Maar de marge blijft klein. En zo blijft Staphorst natuurlijk geloven in een comeback. Dat lukte in de eerste helft. En waarom zou dat in de tweede helft niet lukken? Goeie aanval. Waarbij er heel wat spelers in de buurt zijn. Ja, hier is uiteindelijk spits Romkes. Maar die krijgt er maar niet in. En zo blijft het dus zo dat Staphorst op Urk in leven blijft. En geloof kan houden in een goede afloop. En hier is die goede afloop bijna. Wat een gelijkspel zou al heel wat zijn. Tuurlijk. Hier was Kwispel. Kijk. Het geluk laat hem wat in de steek. Staphorst won die competitiewedstrijd met 3-1. Dus het is ook een soort revanche voor Urk. Om hier tot iets goeds te komen. En is dit Hens? Is dit Hens? De scheidsrechter Timmer vindt van niet. Maar het heeft er toch wel heel veel weg van dat hier de bal op de stip had gekund. Het gebeurt niet. Hier is de Boer. En dit had ook de beslissing kunnen zijn. Ja, Schraal met zijn tweede, maar dat wordt het niet. Schraal heeft hier de beslissing op de voet, buiten bereik van Maats op het aluminium. Vlam in de pan. Ja, foute terugspeelbal. En daar kan van geprofiteerd worden, daar moet van geprofiteerd worden en daar wordt niet van geprofiteerd. Jelle de Boer is invaller en heeft hem hier echt op de schoen. Krijgt hem als het ware op een presenteerblaadje van Tol. Nou, hier dan, de Boer, ja. Hier zit hij er wel in. Nu is de beslissing een feit. En is dit de tweede voor Urk. En dat zullen ze weten ook. Eindelijk valt hij dan een keer goed. Wordt hij ook goed teruggekopt. En is daar de definitieve overwinning. Het wordt gevierd op Urk. En het mag. 2-0, de overwinning op Staphorst.